Jarp, kijkers op mijn kanaal. Mijn naam is Dylan, oftewel de Rotjoch. En welkom weer terug bij een nieuwe map van een kijker. Hier op de zondag natuurlijk, op het kanaal, oftewel Rotjoch. We gaan wel meteen beginnen. Vorige keer heb ik een hele leuke episode gehad van map van een kijker. De episode daarvoor ook. Ik heb het nog niet gezien. Kun je even terugkijken natuurlijk op het kanaal. Dit is episode nummer 3 dat ik het doe. En jongens, tot nu toe ben ik echt heel erg tevreden over de maps. Ik krijg leuke maps, weer leuke dingen. En we gaan er gewoon weer tegenaan. We gaan kijken of deze map ook heel erg leuk gaat worden. Nou, we beginnen met de map genaamd... Wat was het ook weer? Volgens mij was het map van een kijker van Deliscus. Van een kijker voor Deliscus. Het is van Stijn de Jong en die stuurt... Ik heb een map voor je gemaakt. Ik ben Stijn. Hoi Stijn. Is weer erg goed op te sturen. Kan je in de video zeggen later. Ja hoor, want daarom speel ik je map nu. Laten we gaan beginnen. Dit bordje is omdat het anders niet zo meters is. Yo Dylan, deze map bevat geen parcours, wel quiz en misschien wel lang doolhof. Misschien wel, fuck. Je mag in game mode 1 en als het niet lukt, mag je door doolhof overslaan. Veel plezier. Oké, het lijkt me een hele moeilijke doolhof. We gaan horen. Ga op de plate staan. Ik ga op de plate staan. Hoi Rotje, nog 3, nog 2, nog 1. Nou wat? Niks. Prank! Fuck you, je moet gewoon lopen naar buiten. Dankjewel voor je prank, jongeman. Dankjewel voor je prank, Stijn. Goed, daar gaan we. Sta op de lijn, sta op de lijn. Oké, sta op de lijn. Wat was je laatste buildoff? Oeh, de laatste buildoff op DHD. 26. Aha. Nee, niet. Het was dus 26. Ja, wel 26. Oké. Hoe heette jouw eerste video op Rotjoch? De Search and Destroy Live Commentary Dutch. Die vraag heb ik vorige keer ook al beantwoord. Dus die weet ik. Wat is je populairste video op Rotjoch? Ik train hacker op mijn server van de hackerpolitie. Oeh, op 100.000 stolen van de bank. Mindtopia. Volgens mij is de X-Ray Hacker mijn server, hackerpolitie. Ja boy, hij is goed, hij is goed. Ja jongens, op de map zelf. Ik vond de quiz leuk gedaan met die inzichtbare blokken. Dat ik niet wist wat de antwoorden waren. Dat was leuk gedaan. Alleen hij is niet zo heel mooi aangekleed, maar het hoeft niet. Hij moet gewoon leuk zijn. Oh, dat is de Mindtopia texture pack, zie je dat? Zit er een keer een glasses, een brilletje in de muur. Nu een doolhof. Misschien rechts of links. Oké, het is dus rechts. Kut, ik ga zeggen, ik ga altijd links af. Maar dit is dus rechts. Oké, nou, een doolhofje. Doolhof vind ik altijd lastig. Ik mocht mijn overslag als het niet lukte, maar dat vind ik een mooi rondje. Ieder rondje is anders. Verdomme. Aan de andere kant is een bordje. Oké, leuk voor het bordje. En dan staat op het bordje te winnen. Prank! Ik ga wel even kijken, denk ik. Ik ga kijken. Links, 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 links. Volgens mij ben ik nu aan de andere kant, toch? Daar liep je misschien wel. Zie je? Ik zei het toch? Een stom bordje. Een stom grapje. Nou, dan gaan we aan de andere kant staan. Links, links. Gewoon links. Fuck it, ik ga gewoon links af. De hele tijd, we zien het wel. Andere, hier ben ik al geweest, links, links. En nou, dan wordt het hier door rechts, want ik ben weer terug bij het begin, want ik ben een sukkel. Oké, mooi. Dan weet ik dat. Oké, ik moest trouwens, volgens mij was het wel goed, wat dit was. Dat is het rondje. Hier is het ijsding. Jongen, ik haat doolhoven, jongens. Jullie mogen het wel van maken, want het is gewoon grappig. Maar ik vind doolhoven het minst leuke van alle dingetjes die je kan maken in een map van een kijker. Aangezien het gewoon... heel lastig is om eruit te komen. En ik vind het leuk om heel te gaan. Aha! Dylan, bedankt voor het spelen van map. Hebben we misschien kort. Maar het ging mij erom dat ik een map voor jou zou maken. Later. Nou, dankjewel. Stijn was het volgens mij. Map voor de Deliscus. Ik vond het wel een leuke map. De quiz was gewoon lekker kort. Lekker vlug. Leuk gemaakt. Doolhof was niet te lang. Wat je zei. Dus dat is prima. Het is een klein doolhofje. Gelukkig. En ja, op zich geen slechte map. Zeker weten niet. Ik heb me niet verveeld of zo. Vond het wel grappig om te doen. Maar ik heb de andere maps die ik gezien heb waren net ietsje leuker. Dus. Maar in ieder geval. Hij is hartstikke leuk. Dankjewel Stijn. Bedankt. Op naar de volgende map. Volgende map is van Sven Wielenga. En Sven Wielenga die stuurt. Hey Dylan. Rotjoch. Ik ben Sven. En ik heb een map voor je. Het is wel mijn tweede map die ik stuur. Ik hoop dat ze allebei leuk vinden. Veel plezier. Groetjes Sven. Volgens mij was Sven mijn allereerste map van een kijker. Van de allereerste video die ik heel erg leuk vond. Dus ik heb hoge verwachtingen van jou Sven. Want ik vond het echt heel leuk. Welkom Dylan, welkom Rotjoch, welkom Dylan. Welkom Rotjoch, welkom Dylan, welkom. Klaar. Ga dan door de deur. Oké, ga eens even lezen. Aha, onderdelen, daar gaat hij weer. Die vind ik leuk. Als mensen me uitleggen wat er gaat komen, vind ik wel grappig. Hij heeft weer zo'n grote map, dus dat is leuk. Vorige keer ook, ik zeg grote map, dus Sven, ik denk dat deze ook wel leuk gaat worden. We gaan het gewoon zien. Doolhof 1 is doolhof makkelijk. Quiz, bomen groeien en eroverheen. Jump parcours, doolhof medium. Redstand plus graven. Verhendels, paardenrun, minecart quiz. Oké, draai je om. Spannend, regels, aha. Geen blokken breken, speel in het begin op peaceful. Ga in survival mode, game mode 0. Oké, dan ga ik voor jou dat even doen. Gaan we in
game mode 0. Je mag, als het niet lukt, vliegen in game mode 1. Maar doe het zo min mogelijk, anders is het niet leuk. Typ 1 keer slash weather. Weather. Rain. Slash. Oké, wat doe ik nou? Slash weather rain. Oké, ik moet rainy weather hebben. Dat is zeg maar het wat het gaat gebeuren. Oké, we gaan even het geluid aandoen. Van Minecraft trouwens. Hopelijk gaat het lukken. Als het donker is, mag je het licht maken met timeset 0. Dankjewel, die ken ik, die comment. Oké, volgende bordjes weer, daar gaan we. Sven, ik ben benieuwd. Vorige keer was heel erg leuk. Dan gaan we kijken. Opdracht, Tolhof. Oh man. Blauw of geel? Geel. Vorige keer had je ook geel gedaan. Dus ik ga nu voor geel. Geel, geel, geel. Volg hem allemaal af. Ja, 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 ja. Dit is een Dolhof, makkelijk. En dit was dus blauw. Fuck! Hoe kan het nou altijd de verkeerde kant kiezen? Gewoon altijd. Gewoon al. Tijd. Elke keer, hè? Vorige keer ook al. Moest ik links of rechts gaan. Nu ga ik weer rechts. Is het links, weet je? Dude, come on. Waarom kan ik altijd niet doen? Ik zat de verkeerde kant. Het is echt heel erg met Dolhof. Ik en Dolhof, het gaat echt niet samen. Maar dit is Dolhof makkelijk. Zometeen komt medium. En oké, het wordt dus nog erger door middel van Dutch. Helaas. Pressiepelletering af. Helaas. Verdomme. Man, oh man. Ja, dit was een makkelijk Dolhof, wat je kunt kiezen uit blauw of geel. Daarom zat er nu nog een Dolhof er is, maar even goed gedaan. Dankjewel, dankjewel. Ik bedoel, de kans is 50% dat ik hem goed had en ik had hem fout. Dus zo goed deed ik het niet. Maar dankjewel, dankjewel voor je compliment, Sven. We gaan naar de volgende kamer, oh. En het is... Opdracht is de quiz. Oké, de quiz, daar gaan we. Wie is de bedenker van Minecraft? Marcus Persson. Die vraag had ik vorige keer ook. Haha, goed zo. Door naar vraag 2. Wie is de uitvoerder van Minecraft? Mojang. Ahaha. Goed zo. Dan een vraag 3. Het gaat goed. Wat is het logo van Mojang? Een eekhoorn of een draak? Draak. Goed zo. Ik denk dat een eekhoorn niet is. Dan een vraag 4. Oké. Leuk. Het zit weer leuk ingedeeld weer. Vraag 4. Hoeveel diamonds. Diamonds heb je nodig voor een hele outfit. Plus een sword. Plus een pickaxe. Plus een schep. En een axe. Oh. Dat zijn er wel veel. Want het zijn er 1, 2. Ik ga het even... doen. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 voor een broek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 voor een dingen. Dat maakt dus 7 plus 15. En 1, 2, helm. 3, 4, 5. Dat is 20 voor de helm. Broek is een helm. 20 plus 4 is 24. Nou, dan een soort. Daarbij is 2 is 26. Pickaxe plus 3 is 29. Dus dingen is 30. En dan een X is 3 is 33. 33 als het goed is. Ja, jongen! Hebbes! Goed zo. Dan een vraag 5. Woehoe! Wat is je eerste personage in Minecraft? Een jonge Steve. Steve, sowieso. Goed zo. Dit was de quiz. Dat was een best wel een simpele quiz. Ik had ze allemaal goed. Maar het was wel leuk. Ah, kijk, de vlag. Nederlandse vlag. Rotjoch. Dankjewel. Oh, leuk. Mooie naam, mooie naam. Hoi, we gaan naar beneden. Oké. Nou, we gaan naar de volgende opdracht. Want deze... Oh, ik vind het nu al een leuke map, Sven, alweer. Bomenparcours. Succes. Boomiel. Wacht even hoor. In dit spel moet je de boom voor de scepter. Daarna moet je met scanners verven. Om dat te krijgen. Maak gebruik van boomiel en groei de bomen. Daarna. Hierna en rechts en... Oké, dat is de uitgang. Ik snap het. Maar het ding is... Boommeal moet ik hebben hier. Oké, we gaan voor boommeal. Zet op easy. Oké, we gaan op easy zetten. Leuk. Eén keer drukken. Dan komt er een skeleton. Oh, ze hebben een pistool in plaats van een boog. En ze hebben arrows. Lol. En weet je hoe dat komt? Omdat ik in de steeds in de text pack zit van Minetopia. Ja, ik heb het mind open text pack, dus nu heb ik een pistool in mijn hand. Die boog is een pistool. Nee! Weg met die pistool! Oude boef. Oké, ik heb nu wel 6 boomiel. Oké, ga jou even killen. Mooi, doen we dat even eens goed. Oké, dan doen we dus set game mode weer op. Peaceful. Mooi, hij staat weer op peaceful. Goed gedaan, goed gewerkt, dankjewel. Oké, dan moet ik het volgende doen. Wat staat er ook weer? Met dit spel moet je de boom voor saplings. Moet je de boom voor saplings. In het spel moet je de boom voor saplings. Wat? Ik denk de boom hakken voor sapling. Oh, je moet de boom slaan, hè? Right? Ja, toch?
Ja. Oh man, dit is best wel leuk verzonnen deze. Een appel. Nou, ik had ook honger net. Oh, nu niet meer, want ik ben weer peaceful. Kom op, de saplings horen uit de boom te vallen. Als met een axe of zo. Zo toch, of niet? Nee, kut, dat doe ik helemaal fout. Je moet de boom hakken. En dan moet de boom hakken en dan gaat hij zich breken. En als hij dan valt er op een gegeven moment een sapling uit de boom misschien. Hopelijk. Nou, kom op, sapling. Laat de sap wat vallen. Dat zou ik heel erg fijn vinden. Kom op, meneer de sapling. Sapling, sapling, sapling. Sapling. Oh, geen plaktoetsen. Nee, dat wil ik niet. Sorry. Sapling. Oké, doe ik even zo. Nu voor anders, sorry jongens. Het spijt me. Het spijt me. Ik pak gewoon even lekker een hele stack saplings. Hoppa. Ik heb geen tijd te wachten. Het spijt me, jongens. Maar ik vind het leuk. Dus hier een boom. Waarom wil je niet werken? Hallo? Waarom werk je niet? Oh. Ik doe iets fout, denk ik. Want als het goed is, hoort het nu te werken, hè? Maar volgens mij werkt het niet, omdat je dan meer dirt moet hebben. Volgens mij moet je game mode 1. Pak even het bone meal erbij. Volgens mij ben ik niet zeker. Ik bedoel, ik ben hier de Minecraft noob. Dat horen jullie allemaal te weten natuurlijk, want jullie zijn allemaal kapot goed in Minecraft. Ik niet. Volgens mij, als ik dit doe. En dan de bone meal erop flikker. Doet hij het wel. Ahaha. Zie je? Je moet meer dirt eromheen hebben. Dat wist ik. I knew that. Ik wist het. Je moet gewoon meer dirt omheen hebben op deze manier. Want als ik nu doe, dan hoort die te groeien. Ik vind het wel leuk dit. Dit vind ik echt heel vet verzonnen. Echt waar. Ik zeg het je eerlijk, heel vet verzonnen. Maar helaas niet lekker uitgewerkt. Sven. Normaal maak ik hele vette maps. Dus deze is ook heel vet hoor. Ik vind het echt heel leuk gedaan. Hup, groeien dikke. Of, hoppa. Op die manier. Nou, de laatste dan. Deze moet ik me weghakken. Of ik heb iets fout gedaan net. Want volgens mij werkt dit wel. Hup, hup, hup. En dan doe ik het boompje. Tik. 1, 2. 3. Mooi. Of ik heb gewoon te weinig boombeel. Dat kan het ook zijn. Dat kan het ook zijn. Nou goed, in ieder geval, ik heb het gehaald. We gaan door naar het volgende stukje. Ik vind het wel heel erg leuk verzonnen. Moet ik echt zeggen. Zo, ik verslikte hem even. Maar goed gedaan. Goed gedaan, goed gedaan. Dankjewel. Zet hem weer op peaceful. Oké, staat hij weer. Kijk uit. Rennen. Ho, 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 ho. Doe je toch een game mode 1. Hackerdeel. Dit is de hacker. Haha. Oké, dat was best wel cool. Dat was best wel cool, moet ik zeggen. Oké. Ik ga weer op game mode 0. Lava parcours opdracht. Oké. Zet spawn point. Spawn point. Oké, gedaan. Als je op het tweede plateau staat, moet je springen om hem dicht te klappen. Dankjewel voor het vertellen. Want ik weet dat ik een Minecraft noem. Dat wist ik wel. Maar. Oeh, Sven, die heeft in ieder geval door dat ik niet heel veel van Minecraft weet. Dus dat ik daarom mij gewoon de tips geef die ik moet krijgen. Dankjewel, Sven. Alleen, oké. Dit wordt een sprongetje die moeilijk wordt. Lekker cracken hoor. Dat gaat goed. Nederlandse vlag. Je mag game mode creative doen. Oké. Dan doe ik dat. Game mode 1. Yep. Dat dacht ik al. Want deze is dus heel lastig, die sprong. Nou, kom op. Hut. Nope. Terug. Hut. Hebbes. Oké, het gaat nu wel goed. Nu wordt hij wat makkelijker. Hatseflats. Goed zo. Degene die je net had gedaan, was een 4-jump. Een 4-jump. Oké, was het een 4-jump? 1, 2, 3, 4. Ja, ik zie het. Aha. Goed gedaan. Hoppakee. Goed gedaan. Dankjewel. Ik heb het gehaald. Ga de goede kant op. Opdracht. Doolhof. Nee. Nou, doolhofje afmaken. Dan ben ik er helemaal doorheen. Oké, ik viel net aan het... Oké, trappetje af. Oké, daar gaan we jongens. Doolhof. Daar gaan we. Mijn grootste vijand. Een doolhof. Oké, doolhof please. Kom op. Kom op doolhof. Als je nou in één keer goed bent. Loop dit niet dood. Please. Loop niet dood. Loopt dit dood? Ah, het loopt dood. Fuck a duck. Spring. Oh, dan krijg je weer. Nou. Game mode 0. Dan spaal je natuurlijk weer ergens of zo. Wat? Spring? Huh? Oh, wat cool. Opdracht. Ik ben er wel! Ik liep helemaal niet dood. Ik heb de goeie gekozen. Denk ik. Opdracht. Breng de redstone blok naar de. Ja, ik heb het goed gedaan. Oh yeah, baby. Opdracht. Breng het redstone blok naar de redstone.
Waar is de redstone? Oké, ik zie het. Oh, dit is vet! Dus ik moet op die buttons drukken. Waardoor dan... dit... Oké, hop, en dan plakt hij hem. Oh, deze is leuk! Deze is echt leuk! Alleen het ding is... nu... what the fuck? Dit is die. Kijk, dan zat die. Oké, wat het ding is dus, ik moet nu... dit is kut. Volgens mij heb ik nu al een fout gemaakt. Want hier gebeurt er niks als ik die druk. Want hij plakt nu een die. Want normaal gesproken... Oké, ik denk dat ik weet wat er aan de hand is. Slash game game mode 1. Normaal gesproken, hierachter zit ook een button. Als ik die druk. Kijk, dat bedoel ik. Dan gaat die aan. Dat is de bedoeling. Want deze knop werkte niet. Oké, ik heb hem gevonden. Hey, dat wist ik. Dat wist ik. Oké, dan ligt het blok daar. Dan druk ik op die. Dan pakt hij hem eruit. Dan pak ik die. Dan pakt hij hem daaruit. En met deze gooi ik op de rest van het blok. En dan gaat deuren. Oh, dit is zo gaaf. Ik vind dit super vet, Sven. Oké, nu is het een moeilijkere. Oké, daar gaat. Ik denk hetzelfde. Ik zie de rest van het blok alleen niet. Ah, hier is die. Oké, duwen. Pakken. Pakken. Heel goed. Pakken. Dan pak ik hem hiermee. Oké, dit is fucking vet, ouwe. Dit is echt gaaf. Oké, misschien als ik hier druk. Oh, nee. Hij moet daarheen. Oké, ik kan die hem pakken. Deze. Nee, dat is te ver weg. Hij moet nog eentje geduwd worden nu. Hoe de fuck kan hij hem duwen? Hij kan hem niet meer duwen vanaf hier, of wel? Nee, want het is nu in een hoekje. Oké, hoe de fuck kan ik die pakken? Het moet iets met deze buttons zijn. Oké, het moet iets zijn met die buttons. Met die repeaters of zo, want... dit is niet zomaar gedaan. Oké, hoe krijg ik dat blok... nu... daar weg? Niet. Want hij plakt hier aan vast. Of ben ik nou helemaal gek? Want ik, nou, of wat moet ik nu steeds liever over haar? Wacht. Ik vertrouw erop dat ik, als ik dit doe, dat er nog wat gebeurt. Misschien. Oké, ik heb die knop over deze hendel overgehaald. Wat gebeurt er dan? Oké, hoe de fuck krijg ik hem nou weg? Ik ga even Minecraft muziek uitzetten. Want die is, vind ik een beetje lastig, de muziek. Kop dicht. Oké, hoe de fuck krijg ik dit blok nu daar weg? Ik zou het niet weten, aangezien hij nog een duwtje moet krijgen. Dat gaat niet, dus ik moet hem terugsteppen. Dat gaat dus ook niet. Oké, ik heb hem nu weer daar. Oké, dat is duidelijk. Maar, er moet iets zijn met dit. Ja, maar dan kan ik toch deze gewoon gebruiken. Oh, hij is open! Hij is open. Oké, cool. Oh nee, dit is de vorige kamer. Kappa! Oké, lollig. Lol, deel, dol. Oké, maar waar de fuck moet hij uiteindelijk eindigen? Volgens mij helemaal hier. Dus moet hij helemaal hier langs zien te komen, volgens mij. Of iets. Ik weet het niet, ouwe. Ik kreeg hem in ieder geval niet weg uit dit hoekje. Dat is iets wat heel duidelijk is. Hoe de fuck krijg ik hem daar weg? Niet. Wat zou dit ervoor zijn dan? Die levers. Of lever. Jullie zeggen allemaal lever. Maar ik weet dat liever is ook goed. Heel veel mensen van jullie gaan klagen. Liever is ook goed. Ligt eraan hoe je het wil uitspreken. Het maakt op zich niet heel veel uit. Alleen kom ik hier nu niet langs. Ik ga heel zagrijnig worden. Ik ga vals spelen. Sorry blokje. Ik kreeg jou dan niet weg daar. Dus ik zet jou lekker hier neer. Hoppa. Want ik heb geen idee. Als iemand het wel weet. Sorry. Het spijt me. Maar ik pak hem zo er even tussenuit. Als hij die... waarom plakt hij nou niet? Waarom pakt hij hem niet? Oké. Nou, dat was een beetje vaag. Misschien heb ik nu helemaal verneukt wel. Maar niet uit. Het gaat om dat hij nu weer daar staat. Ik heb het gefixt. Save time set 0. Oké. Sven, je maakt me heel moeilijk. Deel aan de Minecraft noob. Oké. What up? Ik kreeg hem daar nu tussenuit. En dan? Nee. Oké, ja, ik begrijp het niet meer. Ik ga eruit. Sorry Sven, ik vind hem heel vet, maar dat was even iets te lastig voor mij. Ik snap er geen reden meer van. Graaf door de wol. Opdracht. Vind de 5 hendels en vind de lever, denk ik. Oké, ik ga weer even in game mode 0. Weer. Game mode 0. En ik ben er klaar mee. Let's fucking go. Hoppakee. Ah! Ik moet de lever zoeken, denk ik.
Graaf door de wol of vind de uitgang. Dat kan ook. Oké, in ieder geval. Ik ga me graven. Ik ga graven door het zand. Is er trouwens... Aha! Vind de liever. Oké. Ik heb eentje overgehaald. Nog één. Aha! Oké, ik heb er twee overgehaald nu. Ik denk dat ik er drie moet vinden of vier. Oké. Drie. En dan staat de andere heel hier moeten zitten. Nee. Shit. En dan misschien zit hij daar. Maar nee, ik zit fout. Ik heb het niet goed. Ja. Waar is de vierde? Waar zou de vierde zitten, jongens? Kom op. Nou, niet hier. Hè? Waar zou die zitten dan? Ik had hem nu al moeten vinden, denk ik. Waarom... Goddammit. Wat is hieronder dan? Dat is een troll. Dat heb ik gevonden, hoor. Ik heb hem. Alleen, het werkt niet. Waarom werkt het nou niet? Wat heb ik nou weer fout? Oh, nee, hier moet nog eentje zitten. Daar. Aha. Oké. Als het goed is, wordt hij nu te werken. Of er moet weer nog eentje zitten. Nog iets zitten wat niet klopt. Als het goed is, heb ik ze nu allemaal overgehaald, right? Ja. Ik heb ze nu allemaal over. Hier zit er eentje, die heb ik overgehaald. Ja, goed. Ik denk dat ik hem heb. Oh ja, ze horen te werken. Je ziet het. Maar ze hadden alle vier de deuren open te open gaan. Alle vijf. Want ik had er vijf gevonden. Maar hij werkte niet. Sorry, hij werkte niet, jongens. Misschien heb ik iets geks gedaan. Maar goed. Oké, ik ben hier aangekomen. Wat dan? Oké, ik zie dat ik denk dat ik weet wat ik moet doen. Ik denk dat ik gewoon dit even hierin flikker. En deze dingen hier pak. En die appel pak. En dan moet ik het beest stemmen. Kan dat al? Oké, nog niet. Hoe maak ik weer vrienden met een paard? Volgens mij moet je dat eten geven, right? Ja? Mag ik al op je rug rijden? Oké, volgens mij moet je vrienden met een paard om eten te geven, right? Zo werkt het toch, of niet? Vreet al die appels op! Goddammit. Kom op! Ik heb zoveel appels gegeten nu. Aha! Het heeft gewerkt. Oké, hele stack appel gegeven. Die mag ik jou nu wat geven, toch? Of niet? Of een zadel. Hoe doe je dat nou? Oké, ik kan op hem zitten. Right. En nu? Ik kan niks met hem doen ofzo. Ik weet niet hoe ik hem zadel moet geven. Hoe de fuck deed ik het ook alweer? Aha, shift klik. Ik heb het. Het is me gelukt. Jongens, ik heb een paard getemd. Oké. Open het hekje. Open dit hekje. En ik denk dat ik er heen moet. En hier... Oh, ik moet hier overheen springen steeds. Auw, sorry. Mijn kop stoot ik. Ah ja, kom op. Auw. Oké. Ik zag een liever staan, dus ik druk hem even op. Laat hier het paard staan. Heb je de liever niet, gaan terug. Ik heb het gedaan, maar de liever werkt niet. Op een of andere manier werken de lievers niet, jongen. Dat is irritant. Oké, game mode 1 weer gewoon. Sta ik het stuk. Oké, opdracht. Minecraft quiz. Dat is de laatste. Wat ik ga doen, ik pak even alle minecarts, want... straks heb ik weer te weinig. Ik pak ze gewoon allemaal. Er zal wel een reden zijn waarom er zoveel in liggen. Niet maar één. En we gaan. Oh. Oké. Oh, dat is cool. Vraag 1. Hoe vaak stond de naam Rotjoch in de start? 1, 2, 3 keer. 4 keer. Nee, ik deed 2. Ik wou 4. Oh, het antwoord was 2. Dus oké, ik had hem fout. Ik zie al waarom. Oké, vraag... Oh, wat gaaf. Dat is leuk gedaan. Vraag 2. Hoeveel onderdelen bestaat deze wereld? 8. Nee! Fuck. Ik had hem fout. Het is dus niet 8. Het was dus 9. Oké, en nu? Moet ik terug? Ik denk het wel. Tik het op. Hop, gaan we. 9, sorry. Vraag 3. Hoeveelste opdracht is dit? 9. Dit was de laatste opdracht. Ja! Ja? Wow, dan mag ik op een gratis ritje langs alles natuurlijk weer. Oh man, dit is zo cool. Ik ben echt cool, ik vind het echt leuk. Sven, je maakt echt hele leuke maps. Ik bedoel, Sven, ik vind het echt heel gaaf. Heel gaaf weer, deze vind ik echt heel cool weer. Hoppakee. En waar gaat hij me naartoe leiden? Daar naar boven, bij de vlag, denk ik. Want daar gaat een heel rails naartoe. Oké. Hiero, ga ik hier naar beneden, word ik daar gepowered. Oké. Wow, versnelling. Daar ben ik nog niet geweest. Oké, we gaan eens kijken. Ja, oké, dan ben ik hier bovenop nu. En dan... Oh, we gaan nog verder. We gaan nog door. Oké, dit is gaaf. Waar ben ik hier naartoe, Sven? Sven, wat doe je met me?
Hierdo, kijk eens, er staat iets, daar staat iets, daar staat iets. Misschien de laatste parcours ding of zo. Ja, daar is iets. Oh man. Oh, daar gaan we. Oh, daar gaan we. Dag 0, nacht 1300. Types is weather clear. Type voor een screenshot. Type slash weather clear, die heb ik al. Slash time set 0. Een nacht 13.000. Oké, okay. Nou goed. Ik ga door. Ik ga kijken wat er gebeurt. Voor een screenshot. Oké. Okay. Screenshot van wat? Oh, kut. Waar ga ik nou heen? Hoppa. Bedankt voor het spelen van mijn map, Rotjoch. Je bent de beste Minecraft van de wereld. Oh, dat valt wel mee, maar dankjewel. De leukste serie vind ik je Murder. Murder komt sowieso weer terug, hoor. PS, Marnik kan er niks van. Grapje, Marnik. Als je kijkt, jij maakt het grappig. Dat is geen leugen. Het is geen grapje. Marnik kan er ook niks van. Maar, mensen. Sven, ik vond het weer een hele gave map. Echt waar. Tweede map die je stuurt. Ik vind ze allebei vond ik ze heel gaaf. En deze geeft ook weer een 8. Super toffe map. Zeker weten. Leuk uitgewerkt. Het was er heel erg vet. Een paar dingen werkten niet, maar ik denk dat de kans heel groot is dat ik weer iets verneukt heb waardoor het niet werkt. Want dat doe ik met maps, dat is gewoon mijn ding. Ik verneuk maps per ongeluk. Maar mensen, ik wil jullie allemaal wel bedanken voor het kijken. Ik vond het hartstikke gaaf. Stuur lekker je map op naar rotjochmap@homemap.com. Met natuurlijk jouw map die ik voor jou ga spelen. Mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Laat het wel eens zien. En natuurlijk, peace!